De zomer breekt weer aan en dat betekent, zeker als je zelf een tuin hebt, betekent ontzettend veel last van ongedierte. Maar vooral één dier waar ik heel veel last van heb in mijn tuin zijn slakken. En dat zijn echt verschrikkelijk, want ik stap er denk ik op 6 per dag. En het ziet er natuurlijk helemaal niet goed uit. Maar vandaag gaan wij jou laten zien hoe je het snelst afkomt van deze vervelende beestjes. Nou, en handig zou handig niet zijn als de oplossing weer reet simpel is. Vandaag dus ook, het enige wat je nodig hebt, is een lege plastic fles en bier. Dat is heel erg eenvoudig. Je snijdt de onderkant van de fles af. En als je dat hebt gedaan, dan vul je voor ongeveer de helft met bier. Slakken zijn echt gek op bier. Nog meer dan dat ik gek op bier ben. En wat je zal zien is dat de slakken er naartoe zullen gaan en zichzelf erin verdrinken. We gaan hem installeren in de tuin. Je kan heel makkelijk zien waar slakken het liefste zitten, want vaak is daar minder onkruid, omdat ze onkruid opvreten. Dus daar ga ik hem neerzetten. Wat je doet, je gaat een heel klein kuiltje graven, maar dat is niet om hem in te graven, maar meer zodat als het gaat waaien, dat het niet overal naartoe vliegt. Ik doe het in dit geval hier, want ik zie hier allemaal slakkensporen. Dus dan weet ik dat ik hier goed zit. Goed beschut. Ja, en nou is het dus gewoon wachten. Wachten tot de slakken erin gaan zitten. En dan kan je het zo in de vuilnis gooien. Zo simpel is het. We gaan morgen even kijken of er al wat in zit. Bijna een dag verder. Heeft het gewerkt, Hidde? Het heeft heel goed gewerkt. Zo goed zelfs dat je nu gewoon... Ik ga even mijn mond bedekken, want het ziet er niet zo fris uit. Nee. Laten we ons even kijken. Okay, dus we zijn 2 dagen verder. En het hele bakje zit vol met slakken. Ik ga jullie alvast waarschuwen. Het is niet heel erg fris om te zien. Maar dit is wel bewijs dat het heel effectief is. Dus kijk maar eens mee. Ja, daar is niks om geloven in ieder geval. Dus dit is een super goede manier om er vanaf te komen. Wat ik je wel aanraad is, gebruik een iets groter pakje. Wij hebben namelijk een heel klein flesje gebruikt en dat zit binnen de kortste keer zit helemaal vol met slakken. Maar als je dus een groter bakje gebruikt, is het oppervlakte ook groter en kunnen er ook meer slakken in. En op deze manier ben jij dus in een mum vol tijd af van die slakken in je tuin. Dit is dus de ideale manier om goedkoop van slakken af te komen. Wat ook nog een voordeel hiervan is dat het niet slecht is voor het milieu. Ik bedoel, ja, het is wel slecht voor die slakken, maar die gore korrels, die bederven vaak ook de grond waar je je mooie plantjes in hebt staan. Op deze manier kom je dus heel snel van slakken af. Vind jij deze video nou handig? Geef even een duimpje omhoog. Zit je nou zelf met ongedierte of heb je een ander probleem waarvan je denkt van ja shit, ik weet niet hoe ik hiervan afkom? Laat het even weten in de reactie, dan gaan wij voor jou aan de slag. En vergeet je ook zeker niet te abonneren. Zien wij de volgende keer bij een nieuwe video van Handig. Dat is handig!